Dames en heren, de babyfood peel. Called baby feet. Where this is about to be. Oh my god, it's oh my god, what I can only imagine. It's like slimy and wet. Can't feel any of this. Oh my gosh. What the fuck? Oh, I'm. Dat ga ik dus doen nu. Gebruiksaanwijzing erbij gekregen. In het Noors, Zweeds en Deens. Nou, dat helpt heel erg. Het ruikt lekker. Dit ga ik dus op mijn voeten doen voor een uur. Ik heb ze gewassen, afgespoeld en nu is de kwestie van afwachten. Tussen de 3 en 7 dagen gaan je voeten zeg maar afpielen. Het begint te komen hoor. Nou, het is nou nog de kust van Portugal, maar over 2 dagen is het Malibu strand. Nee, dit wil geen enkele... Niemand wil dit zien thuis. Ik vind het een rip-off toch tot nu toe. Ik heb er 25 euro betaald voor. Oh lord. Doki, dit is zo'n klootzak. Godverdomme. Ja, hij doet gewoon. Ja, dat zitten wat losse velletjes, maar het is niet dat het echt. Dat er verder aan hangt of zo. Maar in het filmpje is het echt gewoon dat er een anaconda vervuilt. Ja. Oh ja, Phyllis heeft mij toen had ik iemand 1 keer gezien, toen hadden we gezoend, zei ze, hebben jullie nu verkering? Oh, ik weet dat jullie het gaat. En toen had ik opeens verkering, terwijl dat niet was helemaal... de bedoeling was. Nou ja. En ik besefte pas later wat ik had gedaan. Was dat? En inmiddels zijn we 5 tatoeages. En 42 kilo lichter. Ja. Ja. Hoi. Fijn gezellig. Dus Phyllis. Ambitieus. Je moet goed kunnen chappen. Ja. Hardwerkend. Maar wel nog met vrije tijd dan, hè? Ja. Hoe ben je aan het eten? Een croissantje wat Phyllis heeft bedacht. Het is heel lekker. Een amandelcroissantje. Er zit ook iets in, toch? Ja, amandelspijs. Gisteren waren we vrij en toen zat dus Lee Towers in mijn kleedkamer. Japoenie, Japoenie, die doet niet, Japoenie. Japola die stink bitch, Japola die stink bitch, Japola die stink bitch, Japola, 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 Japola die stink bitch. Kom gooi dat ding dicht. Vies niet.